Staatsolie heeft het jaar 2017 heel mooi afgesloten. Dit zegt directeur Rudolf Elias. Hij baseert dit op het feit dat het bedrijf vorig jaar uit een dal is gekropen. De schuldenlast en de verdiencapaciteit hebben weer normale verhoudingen. Elias praat zelf over zeer goede verhoudingen, omdat de verdiencapaciteit sterk verbeterd is. Dit is de reden waarom Staatsolie geen geld meer wil lenen, maar wat ze verdiend heeft uitzetten om herfinancieringen te plegen. Elias zegt verder dat Staatsolie op tijd haar loon- en inkomstenbelasting afdraagt aan de overheid. Want we maken natuurlijk een mooie winst. Staatsolie gaat over 2017 een winst maken van rond de 100 miljoen, tussen de 100 en 110 miljoen dollar. Daar betalen we 36% belasting over en daar betaal je weer 50% dividend over. Of ik zeg altijd van iedere dollar die Staatsolie verdient. Gaat 68 cent naar de overheid. 36 cent in belastingen, 32 cent in, uh, 32 cent in dividend. En daar blijft 32 cent dan voor ons over. En met die 32 cent proberen wij investeringen te doen, zodat we de continuïteit van het bedrijf kunnen waarborgen. Dus het wordt een goed jaar voor Staatsolie 2018. 2017 was al een, een, een. Dat is nogmaals, zo zijn we uit het, uit, echt uit het dal gekomen. We hebben een verdiencapaciteit. Dat noem je dus, de, als je kijkt naar wat alle bedrijfjes die we hebben. Bij elkaar sprokkelen, exclusief de afschrijvingen, exclusief de belastingen en dat soort dingen. En interest, verdienen we met z'n allen op dit moment meer dan 300 miljoen dollar. En dat is een mooie verdiencapaciteit. We kunnen daarmee onze schulden makkelijk aflossen. En we kunnen daarmee ook onze interestbetalingen doen. En natuurlijk de dividendbetalingen et cetera, aan de overheid. De staatsoliedirecteur zegt dat het bedrijf voor 2018 een kostenbeuste structuur heeft opgezet. Het bedrijf moet er namelijk voor zorgen dat zij overleeft, ondanks de structurele lage olieprijzen. We delen in principe al met de prijzen die er zijn. Nu is de prijs weer tussen de 50 en de 60 dollar. Maar we verwachten dat het ergens het tweede kwartaal weer tussen de 40 en de 50 dollar zal zijn. We verwachten dus niet meer dat de olieprijs naar de 100 en naar de 120 dollar gaat. Nou. Wat ik toch even wil uitleggen, nu het toch bij me zit, is dat. Uh, veel mensen hebben gevraagd van: "Saatolie heeft 100 miljoen dollar winst gemaakt, maar ook als je vraagt wat hebben we afgedragen aan de overheid, is dat ook 100 miljoen dollar ongeveer, ongeveer 90 miljoen ongeveer afdragen." En dan zeggen ze: "Hoe kan dat? Hm. Dat kan omdat je niet je hele winst afdraagt, maar je draagt buiten de winst dragen we ook af, royalties bijvoorbeeld voor het goud, we dragen af uh, inkomstenbelasting." We dragen dus loonbelasting, belasting van alle mensen die er werken, moet je afdragen. We hebben ook natuurlijk GoTo en SPCS, die apart hun, hun belasting afdragen. Zo, als je alles bij elkaar optelt, dan kom je op dat bedrag van 90 miljoen dollar. Elias benadrukt dat staatsolie zich weer zal focussen op haar core business, namelijk het vinden en produceren van olie. Hiervoor heeft zij de raffinaderij GoTo in de Staatsolie Power Company Suriname, SPCS. Al deze bedrijven hebben echter ruwe olie nodig. Daarom zijn er programma's opgezet om meer olie te halen uit de bestaande velden. Dat we ook sidesteps maken, dat we steeds zoeken naar nieuwe olie in de velden eromheen. En we zijn op dit moment met een programma bezig om niet echt in de offshore, in het hele diepe gedeelte, maar wat we noemen de nearshore, waar je watersdiepte hebt, ergens tussen 0 en 25, 30 meter. Daar zijn we op dit moment bezig met te kijken naar een programma, om daar een boorprogramma uit te voeren, zodat we een long-term continuïteit van staatsolie kunnen waarborgen. Je moet het namelijk zo zien, stel dat we volgend jaar dat we voor het eerst een put boren. In het Niersjoor-gedeelte, dan duurt het nog vier tot zes jaar voordat we die olie in onze raffinaderij kunnen voeden. Ja. So, het is niet zo dat je morgen olie vindt en overmorgen dat je het al hebt. Je moet echt lang termijn moet je, moet je vooruitkijken. We hebben zelf niet kunnen investeren in 2015 en 2016 door de absurd lage olieprijzen. En door het feit dat onze raffinaderij nog niet draaide, en dat ons goud ons nog geen inkomsten gaf. Staatsolie zal nu extra investeren om de opgelopen achterstanden in te lopen. Aldus Rudolf is Elias, directeur van Staatsolie, die aangeeft dat het bedrijf 2017 goed heeft afgesloten.